En hallo allemaal, welkom op een nieuwe vlog. Mijn naam is Ieder Remus, haar naam die in de douche staat is Wea. Vergeet geen blauw duimpje naar omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren en op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog komt. En ja, ik kom juist net onder de douche uit. Ik ben al half warm. Ja, lekker bekontrastig. Ja, ik kan er eens weer eens tegenaan, hè? Voor een hele goede dag. Alleen wat ik vandaag nog moet doen, dat is toch lekker ontbijten. 2. Dan tanden poetsen. 3. Dan handjes wassen. 4. Ik weet het niet. Nee, ja wel 4. Vlog in de kan nog steken. 5. Ik weet het niet meer. Oh, maar het is zo zalig. Het gaat ook weer een zalig weertje zijn. En ik heb misschien goed nieuws. Als de regering corona-exit begint te versoepelen, dat we naar de corona-exit kunnen gaan, dan gaan jullie iemand terug nieuw ontmoeten. Ja, nieuw niet. Iemand bekend terug ontmoeten. En ik wil het ook op beeld vastleggen, want dan ga ik ook aan mijn schat vragen dan. Film mij dan als ik echt iemand in zijn armen krijg, als het dan al maakt. Maar ik ga sowieso een traantje laten. Maar dat wil ik als verrassing houden. Zij hier, die achter de douchegordijn zit, zij weet over wie dat ik het heb. Hé schat? Ja. Dus dat is een hele leuke verrassing voor mijn kijkers. En schat. Nee! Nee, zo? Nee! Ook niet zo. Oké, ik mag dus niet. Waarom niet? Omdat ik al zo'n spook uitzien met mijn make-up. Ah, dus je hoort het, hè mensen? Dat is toch uitgelopen? Valt mee. Het valt echt reuze mee. Ik ga even iets doen. Kijk, jullie. Valt toch nog mee, hè? Nee, valt niet mee. Nee? Nee. Ah, oké. Het valt niet mee. Maar je kreeg wel een goede dag van mijn schatje. Ja, hallo. Goeiedag. Voilà. Ik was aan het lachen. Zij lacht echt heel veel. Echt waar. En daar ben ik blij om. Dus deze schatje gaat nu het ontbijttafel indekken. Nee, je gaat wachten. Ah, ik moet nog even wachten. Maar ik ben duizelig. Mag ik wel hier langs even mee aandoen? Dat wel, hè. Dat is hier gewoon één stap verder. Maar dan is de deur open en dan heb ik het koud. Ah, oké. Okay. Dan wacht ik. Tot ze hebben ze allemaal zijn... jawel, het is hier redelijk donker. Ik ga hier even suske vlog opnemen. Maar ik doe een oproep naar jullie toe. Je ziet dat ik hier iets in mijn hand heb. Jawel, dit is een fan. Een fan van Revoltech. Van DC 12 volt. Ik wil deze op een kast zetten. Maar heeft iemand of een idee hoe ik dit moet aansluiten... Gewoon dan via een gewone sticker. Dus als iemand mij hiermee kan helpen, laat het in de comments weten. Of kom naar Discord chat en spreek mij eens alsjeblieft aan. Want hier staan hele mooie teksten op. Die meet ook de kamertemperatuur op. En dat vind ik gewoon geweldig. Deze fanneken heeft zelfs temperatuur gemeten toen ik eens op een lamparty zat. Van om de beide, niet verschieten, 38 graden. Zelfs, ik denk zelfs soms dus 42 graden zelfs ook nog. Dat ik daar eens op een lamparty zat. En dat heeft hem ook overleefd. En het werkt nog altijd, want ik heb hem juist getest. Met mijn computer. En die werkt nog perfect. Daarom dat ik die heel mooi een plaatje op de kast wil zetten. En daarvoor heb ik stroom nodig. Voor dat te laten bollen. Dus als iemand het weet hoe ik zoiets kan laten bollen. Laat het mij weten. Dankjewel voor deze kleine mannekes, oproep. Oh, mannekes. Het is toch zo goed buiten, man. Het is 25 graden.
En wat ik ook meer en meer zie hè, van biesjes, zijn die langpootvliegen. Langpootvliegen. Woehoe. Ja. En dan heb ik nog goed nieuws gehoord, dat de cijfers blijven dalen, dat is heel goed. Dat is super goed van de corona. En nu ben ik bijna thuis. Ja. Voilà. Bij deze. Die trappen altijd, hè. Oh, oh. Ik hoop dat ik niet te lang ben weg geweest. Voilà, ik ben terug thuis. Hoi, schat. Amai, mijn schat verschoot. Die ging echt letterlijk en figuurlijk de lucht in. Bij deze. Kijk, jullie het nu laten. Ik zie jullie zelfs. Zo mensen, dus ik heb ook iets heel moois uitgedokterd. Dat is een heel leuk spelletje. Je zit daar in een emmer. En in die emmer haalt je gewoon kapotte cd's. Ja, die is vrij. Kapotte cd's. En die probeert je dan in die emmer te werpen. Ongeveer. Kijk. Ik heb hier ook al iets liggen. Je maakt een streep of zo. In je gazon. Of je legt daar een stok of zo. Bij mij is het dus nu gewoon een powerbal. En dan probeert je die cd's daarin te smijten. Dus ik ga jullie dus een voorbeeld geven. Dus ik ga mijn camera dan ook in positie brengen. Ik ga nu en naar mijn punt toe. Mensen, het was dus er niet in. Dus ik ga een metertje terugnemen. En misschien lukt het dan mij wel. Ik denk dat ze, want ze waren nog aan het zeggen, dat Greetje maakte dingen, dat verkuppen ze.
Dat je onbekende niet gekocht hebt. En dan zullen die met hun beperkt, maken. Hè? En die zei tegen ons, die kleine portie, als dat trouwens op de top moest in de slachterij. Ik heb dat ooit eens in een keer gezien, dat ik niet denk dat ik kan herinneren. En dat vond ik niet lekker. Jawel, ik heb dat wel geraakt. Ik doe het nog snel, hè, man. Nee. Ik heb liefst mijn groen, morgen snij ik met stammetje witbrood, een beetje mayonaise, een beetje ketchup op en dan, oh mama, en doe een varkenshaasje bij. Wat doe je op witbrood, mayonaise en ketchup? Een klein beetje mayonaise en daar een beetje ketchup op. Een beetje koud chai saus. Doe een duik whisky. Dat heb ik niet in alles, ja. Ik heb niet op thuis. Niet 100% aan mijn goesting, ik heb een beetje slecht gemeten. Ja, dat denk ik van. Ja. Oh ja, ik zie het. Nee man, toch is heen gaan, hè. En ik heb de saus gemaakt, ik heb volle. En een scherpjes en een dusje in de vries. En dan er wat saus erop en dan had ik die polsen knoord en dan ben ik goed. Zoiets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En geen één erin. Allee, come on. Toch eens één keer in. Ik heb dat iets dichterbij. Ja. Inderdaad, we hebben erop en dan moet ik maar stoken en dan met ze kijk. En dan een andere sop, we doen een andere. Eentje toch? 120. Want hij wordt toen redelijk dik en hoef ik toen ook maar een douche van in een diepvriezer te stoken. Dus ik het alle dagen. Een leuke toevoeging aan mijn vlog, hè? Een leuke toevoeging aan mijn vlog. Dat ik nu ook opnemen, ja. En weet je wat ook handig is? Dat je ook materiaal terugvindt. Zoals ik Mirjam zijn leesbril. Ja, gevonden ja. Dat is geen doen met een confit zijn. Moet dat je dan niet op de trap zijn? Nee. Kom aan hè. Nu meer dan twee. Meer dan één. Dan geef ik een kenger een dus die je gewoon ontdekt dat naar de vuur is vroeger, dat naar wel
eentje inzetten, hè. De laatste. Maar dat doe ik ook, dat heb ik van de kijker geleerd. Hij eet er ook smiddags soep. En kijkers, zo kunnen jullie dat ook doen voor op te ruimen. Laat je gewoon die cd daar nu in zetten en probeer gewoon alle cd's er nu gewoon in te gooien. Ja, een paar tassen soep. Ja, maar die kunnen we. Dat spel ook met die houten blokken. Zo duwen en dan zo verschillende gaten, zo, dat is ook fijn, hè? Ja. Hoe heet dat weer? Dat weet ik niet. Maar ik weet wat je bedoelt. Oud spel, hè? Een paar centimeter dichter. Maar dan op lijstje kon je geen stoppen te zien. Nee, dat was van de wat ik weet niet wat kul dat we allemaal heen moesten halen. Ik heb daar een recept voor gedaan. Ja, dat kan zijn. Als ze kunnen van de is het een beetje een afval, ja. Maar ze is nu niet meer aan de jong, als je de aanleiding hebt voor het eer te gaan. Ik let wel een beetje op mijn werk. Dat wel, omdat ik moet ook voor mijn zoeken en zo moet ik er wel een beetje op letten. Maar ik zeg maar, een zinne, dat doe ik niet op. En de kuur. En dan de kuur die zet. Bierton was beter, man. Vrij, bierton. Zelfs niet die van mijn schil. Of grotere schrijfjes. Of grotere schrijfjes ook, ja. Laat het in de reactie weten als het echt een hele leuke spelletje is hier in de comments. Ook als jullie het hebben gedaan en hoeveel keren jullie een poging hebben gehad dat er eerste cd er eigenlijk is ingevallen in jullie emmer. Dus laat het hieronder in de comments weten. Probeer ook maar dingen nu te verzinnen, ook voor tijdens deze coronatijden, dat jullie toch ook nog maar een leuke bezigheid hebben. Maar gebruik alsjeblieft kapotte cd's. Deze cd's allemaal, die werken niet meer. Dus bij deze. Want de cd's zijn hier toch eigenlijk volledig aan het verdwijnen en dan wordt alles toch digitaal. Dus heb je nog ergens kapotte cd's liggen, gebruik hem dan. Ik ga eens richting de oké voor wat inkopen, dus hespenblokjes ga ik inkopen doen. Ik ga, dat is alles, een krasse kaas heb ik nodig. Want we gaan macaroni met kaas en hes maken, dat is even eens geleden. En mijn schuins bovenbuurvrouw gaat mee eten. Dus wat ga ik klaarmaken voor mij, voor mijn schat en voor... mijn bovenbuurvrouw, die wil eens mee genieten van mijn eten. Allee dan, wat zullen we dan maar eens doen, hè? Even mijn portefeuille, mijn achterste broekzak nemen. Oh fuck. Oh fuck, het is hier warm in de auto. Beter mensen? Ik heb ook zo wat maagpijn. Dan voor jullie ook nog wat voeding verzorgen. Voilà. Dan is ook mijn gsm aan het opladen. Altijd gordel aan doen, hè. Belangrijk. Klaksken aan. En go. Ramen omlaag. Nee, dat ziet ze hij niet. Ik was aan het waaien op mijn buurman. Die aan mijn kant op die ping woont. En ja, zo zijn we weer al vertrokken. Voor gewoon hespenblokjes gaan te halen, geraspte kaas. Brrr. Ik heb
ook al wat maagpijn. Komt u maar. Want we hebben toch tijd genoeg. Voilà, op staat er een. En zijn die fietsers ook overgestoken. Een win-win situatie. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug, want ik ga ze biedt koken. Wat een warmte. Buiten, het is 25 graden rond. Oh, mannetjes. En de spandoek blijft hier maar hangen en hangen en hangen. Oh, oh. Ik ga u één ding zeggen, het is nu 16:53 en het is 24,5 graad. Oei, we zijn met een halve graad gezakt. Dus, haha. Mannetjes toch. En dat is toch midden eind april. Toch wel mooi, zo'n zomerse temperatuur al. Alleen had ik ook nog wel een goesting om gaan te zwemmen. Om zwemvlogs te maken. Zo onder water. Ik heb onderwatercamera's hoor. Dus bij deze, dat weten jullie ook. En dan ga ik binnen gewoon nog investeren in nieuw materiaal. Zo wil ik ook. Ik ga nu echt heel hard sparen voor een nieuwe PC. Tegen de €1200 aan. Dus dat is ook niet niks. En ik zeg het je, oh, het is echt warm. Niet te geloven. Het is echt een uitputtingsslag is. Wat ga ik zeggen als het zomer, echte zomer is, weer met zo'n zomerse temperaturen. Voilà, dan is iedereen terug op de parking van ons appartement. We hebben eigenlijk niet zoveel auto's voor ons appartement. Hè. En toch zo'n hele grote parking. Ik vind het maar raar soms. Allee, ik ga eens koken. Oh, mensen, we hebben heel goed gegeten. Ik heb 2 bordjes gegeten. Zij een halve bordje, maar ze pakt altijd nog een tweede keer bij. Voor Sabus. Dan eet ze haar volledige bordje op. Ik doe altijd 2 uurtjes. De eerste uur is dan normaal gezien om 5 uur, maar nu was het later klaar. Dus pak dat ik nu tegen 8 uur weer eet, dat ik terug honger heb, dan eet ik dat op. En het was lekker, hè? Ja. En dat zegt ook mijn schuis bovenburen. Oh, die heeft ook mee gegeten en die vond het ook heerlijk. Ben ik weer al blij dat weer mijn opzet is geslaagd. En ik zit ook goed vol, want ik heb 2 boter gegeten, man. Oh, ik zit echt goed vol. En nu gaan we zebiet Enzo Knol kijken, familie kijken, buurpolitie kijken, noem maar op. En dan zit weer al de avond weer erop. Oh, en we gingen nog iets doen. Wat hè? We gaan familie weer later zien. Ah ja. Oh, dat wordt een moeilijke vandaag, maar ik ga het toch proberen. We gaan weer al wat cammen met Tamara en Mano. Met ik en zij. Dus via de webcam. Dus gaan we hier het ook even afronden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. En dankjewel weer al om een deel uit te maken van zowel mijn leven als bij haar leven. En sorry dat ik niet kan lachen nu, maar dat komt ook omdat ik met mijn begeleiding ben gaan wandelen en ik nu heel moe ben. Maar ik ben wel terug vrolijke Bea. Vraag maar aan Dimitri. Yep. Dus ik zie jullie allemaal morgen weer. Fris en wel. En ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn spelletje buiten. Salutjes.